Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een goed nieuwe video. Mijn naam is Romy. Ik ben hier samen met Bibi, spiegelbeeld, maar het kan nog steeds. En ik ga even de regels uitleggen. Ja, maar we zijn hier met nog iemand, hè? Niet oh, we zijn hier met nog één. Kom maar in beeld. Hij heeft een heel mooi boekje. Tijn zit. Hallo Tijn. Tijn heeft een heel mooi boekje. Geef eens. Tijn heeft een heel mooi boekje. Ik heb gemaakt. Dit zijn de scoren, want net viel de camera uit. En dit zijn de vragen. De batterij was leeg. Ja, de batterij was leeg. En hier en hier. Dus best wel een leuk boekje. Maar Tijn gaat vragen stellen. Tijn, begin. En is nou ik die het meeste blijkt of Romy? Gaan we het meest van houden. Het meest van houden. Nu gaan we het nu zien. Vraag 1. Kom op, Tijn. Wie is er langs de bad? Ja, sowieso. Het is gewoon overduidelijk. Ja. Ja, deze weten we al. We hebben er al een paar gehad. Ja. Vraag. Wie houdt het meest van snoep? Ik hou wel van snoep, maar ik eet het bijna nooit. Ik eet meer chocola. Dus chocola eet ik meer. Dat geef ik wel toe. Ik eet meer chocola. De paaseieren zijn nu al lang op. Heb je helemaal gelijk in. Bibi eet veel meer chocola. Ja, dus dan is het eigenlijk bij mij Bibi. So, ja, het is eigenlijk een winning punt. Ja. Ja, allebei. Want ik heb het mezelf ook. Allebei, nou, allebei dan. Hij heeft meer van snoep. Nee, Bibi heeft het puur, Romy niet. Ja, want jij draaide net. Nummer 3. Wie houdt het meest van chocola? Overduidelijk. Allebei een punt! Hey. Die missen we net al, sowieso. Nou, vraag nummer 4. Wie houdt het meest van school? Overduidelijk. Ik mag op school typen en hun. En jij moet schrijven en jij moet schrijven. Omdat de Romy ik kan niet schrijven, maar wel snel schrijven. Ja, inderdaad. Ik heb gewoon een 1 gehad voor spelling. Nou, volgende vraag nummer 5. Of vraag nummer 5. Yes. Wie houdt het meest van eten? Overduidelijk. Ik. Ja. Allebei weer een punt. Tijn, zo moet je weer een. Zo moet je. Ja, zo moet vraag je. Vraag nummer 6. Wie houdt het meest van boeken? Het ligt eraan wat voor boeken. Ik lees ze iedere dag zo wat. Ik ook. Maar nu kan het niet, want nu ben ik aan het logeren. Ik, allebei. Allebei, denk ik wel. Ja. Het zijn allebei dyslectisch, maar we houden allebei van boeken. Oké, vraag nummer 7. Wie houdt het meest van voetbal? Deze bedoel ik. Allebei wel, maar ik zit er langer op, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Romy kan ook later hier in dit dorp. Ja. Ja, weet ik. Maar als zij eerder tot komen, zijn ze ook langer op voetbal zitten. Ja. Weet jij bent ongeveer wie houdt het meest van bloemen? Ja, ik ben het type ervoor, maar ik haat het juist. Ik denk dat wie het meest van bloemen houdt, wel. Ja. Ja, ik ben het meer het type voor, maar ik haat bloemen. Oké, ik kan nu niet meer zeggen wie het goed heeft. Dol. Ik heb het niet meer zeggen. Vraag nummer 8. 9. 9. Wie houdt het meest van kleren? Ja, ik hou meer van broek met ritsen. Ik hou hier heel erg van, dus ja, Bibi. Maar niet van rokjes en zo. Als je dat gaat zeggen, dan... nee, die had ik ook. Vraag nummer 10. Pak zijn broekje erbij. Wie houdt het meest van douchen? Ja, overduidelijk. Ik hou van allebei. Ja, ik hou ook wel van douchen, maar ik zit er nooit lang onder. Ik wel. Graag. Ja, nummer 11. Dat moet ik zelf verzinnen, maar... Wie... Oh, de camera bij de hond. Ja. Wie houdt het meest van... zwemmen. Wie houdt het meest van zwemmen? Nou, ik kan daar niet zo goed tegen alleen. Ja, maar ik hou er wel van. Maar ik kan niet goed tegen. Als je niet goed tegen kan, hou je er niet heel erg van. Jawel, maar ik kan niet tegen het chloor. Oké.
12. 13 min 1. 13 min 1, dat is 12. Oh. Wow. Nou, daar gaan we verder. Oké. Okay. Valt de camera weer uit. Wie houdt het meest van een van het zonnetje? Jij gaat er vaker naartoe, maar ik hou er heel erg van. Hoe doe je? Ik ga er vaker naartoe. Oh, wacht. Jij gaat er vaker naartoe, maar ik ga er minder vaak naartoe, maar ik hou wel heel erg van het zonnetje. Ja, dat is wel waar. Ik ga wel bijna ieder jaar wel naar iets waar altijd de zon schijnt. Ja, daarom. Ik ga altijd ook skiën. Maar ik vind zon ook wel lekker, want soms op skiën is het ook wel warm. Ja, dat is wel waar. Ja. Vraag nummer 13! Hey! Of was het nou 14? 13. 13, tijd! Geef het, hè? Dank je. Krijg je een 1 voor. Oh, shit. Toets. Wie ben jij normaal? Dat is een 10. Jee. Oké. Okay. Nee, ik heb een 11 dan. Ga nou even je kop dicht. Ga maar verder. Wie is het? Wie houdt het meest van zijn of haar broer of zus? Overtuigend. Mijn broertje. Heb je ooit gezien? Ik hou wel van mijn zus, maar... Jij bent de jongste thuis. Ik ben de oudste thuis. Oké. Okay. Vraag nummer 10. 11, 14. 15. 14. Oh, ik dacht echt 15. Wie houdt het meest van slapen? Ik wil wel heel lang in mijn bed blijven liggen, maar dan ga ik helemaal ook. Ja, ik niet. Ik ga er gewoon uit. Nou, ik blijf dan in mijn bed liggen om op typen te gaan, maar als ik wakker word ga ik altijd op typen. Slapen vind ik niet lezen. Bibi is me ook vroeg wakker altijd. Ze blijft slapen. Ik ben bij mij vandaag niet. Vandaag werd ze juist ergens weer wakker. We gingen om 10:30 of zo slapen, man. Ja, ik wou nog op de iPad, maar Romy die zei van nee, nu moeten we echt stoppen, Bibi. En toen ging vraag nummer 15. Keer. Ik kan haar broer laten. Min 45. Hoe lang zijn we bezig? 7 minuten. Ga Martijn. De laatste vraag. Oh, godsam. Oh, wie houdt het meest van schelden? Wie scheldt het meest? Waarom die vraag? Oké, de eindstand is... Wie heeft gewonnen? 14 punten voor Romy. En 12 punten voor Bibi. Dus ik heb maar één. Oh, oh, ik heb maar één. Oh. Hey, ik houd het meest van schelden, ik zag het. Ja. Ja! En de winnaar is Romy. En weet je wat je gewonnen hebt? Nou, een mooi huis. Nou, ik ga het even filmen.